Multilow Creative Advertising Media and Communication Consultant Agency. Met Marloes, heeft u nog een likje? Start the beat, drop the beat. Multilow, bedankt voor het wachten met Marloes. Ja. Ja, ja, dat klopt, ja. Vorige week. Heeft u gevonden? Oh, prima, ja. Blosjes, nee, dat is geen probleem, is juist leuk. Ja. Nee hoor, dat geeft niks. Als de Liezen maar een beetje appearance hebben. Ja. Oké, spreken we dat af voor volgende week? Goed, top, ja, fantastisch. Dag hoor, dag. Hé, hey, ik ben je naam even kwijt. Hoe is het? Hé, hey, Pritchie. Pritchie. Hé. Hey, hoe is het? Ja, goed. Goed. Ja, ja. Lekker. Ja. Lekker bezig. Ja, goed. Ja. Nieuwe bank. Huh? Nieuwe bank. Ja, nieuwe bank, ja. Mooi. Zelf uitgezocht. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Kleur ook zelf. Ja, dat is een mooie kleur, hè. Ja, ja, mooie kleur. Dat vind ik ook, ja. Ja. Mosterd? Hm, ja, mosterd, ja. Mooi. Is er nog voor mij gebeld? Iemand probeert je al 2 weken op zijn 06-nummer te bereiken. Oh, man of een vrouw? Een man. Ah, dat geeft toch niks, schat. Dan kun jij er niks aan doen. Zeg, Frits. Ja. Menno, zeg maar gisteren dat jij... Wat was je nou mee bezig? Nou, ik, nieuw, ik heb nieuw systeempje. Ja, nieuw systeempje, ja. Ja. HSS. HSS? Ja, hidden Sound System. Wat? Hidden Sound System. Dat je dus zeg maar... Hidden? Ja, ja, hidden. Hidden. Hidden Sound System. Dat je... En, ja, dan kun je dus zeg maar onbewuste geluidsmanipulatie. Ja, ja, mooi. Dan ga maar even staan, dan zal ik het laten horen. Ga maar even staan. Man. Ga maar even daar staan. Ga maar even daar staan. Ja? Waar moet ik staan? Waar moet ik staan? Ja, ja. Hier. Ja, is goed, ja, is goed. Oké, okay. Daar komt hij, hè? Dan zit maar aan, hoor. Nou, hij staat er, hij staat er. Nou, wat heb je gehoord? Nee, ik heb niks gehoord. Ja, probeer hem even. Meteen het eerste dat in je opkomt. Wat komt er in je op? Doe dat. Ja, nou, moet je luisteren. Hier, komt hij, ja? Nou, hoe kan dat nou? Ja! Ja! Hoe kan dat nou? Maar dit zit... Ja. Nou, dit zit onder... Oh, nee, ik weet wat jij bedoelt. Jij bedoelt... Hidden! Hidden, ja. Hidden sound. Hidden sound. Ja, dat ken ik. Ik dacht dat jij zei hibbem. Nee, hidden. Hibbem sound. Nee, dat ken ik wel, ja. Ze komt uit Amerika. Ja, ja, ja. Heel mooi. Dus denk je het onbewust eigenlijk, in je onbewuste neem je dat op? Neem je dingen op, ja. 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 Maar ik heb gehoord, dat weet jij misschien, daar zijn ze al veel verder mee. Hè, met het. Dat zetten ze dan wel gewoon onder een commercial, ja. Om je gewoon je smaak te beïnvloeden. Precies, ja. Ze hebben bijvoorbeeld eentje, dat heb ik laatst gelezen, ze hebben eentje die, dat zet je dat onder een commercial en dan krijg je ineens heel veel trek in bier. Ja? Ja, dit is niet waar, Frits. Ja, ja, ja. Ja, echt waar. Godverdomme, 's ochtends om 10 uur aan het bier. Jezus. Ja, mooi, een mooi spul. Absoluut mooi spul. Moeten we eens een keer wat mee doen. Die vent uit Hannover belde. Die was natuurlijk kwaad dat jij niet op die presentatie was gisteren. Maar dat heb ik alweer recht gezet. Oh. En Milaan nee, heeft de boel zelf naar de volgende week verschoven. Oh. Weet je wat jij een keer moet doen, lieve schat? Je moet een keer een ticket kopen. En dan neem je een vliegtuig naar de Caucasus. En dan ga je naar zo'n instituut. En dan neem je een modderbad en een schoonheidsbehandeling. Dan laat je een keertje lekker verwennen. Dan kom je weer terug met het vliegtuig. En dan praten we verder. Ja. Ik blijf je naam kwijt.
Is er voor mij nog gebeld? Jouw moeder probeert je te bereiken. Mijn moeder? Ja. Die is toch dood? Je vader is dood. Je moeder probeert je alsmaar te bereiken. Oh, wat heb je gezegd? Ik heb gezegd dat je de hele maand naar Sint Maarten bent. Oh. Gisteren vertrokken. Mooi zo. Een maand, hè? Een maand. Ah, oké, heel goed. De sound system, hè? Ja! Goed, hè? Ja. Trap er bijna in, zie je? Mooi. Hadden we je net nodig? Leuk, hè? Oh, leuk, een mosterdbank. Goed. Ja, hoi. Laat geworden. Hé? Laat geworden. Ja, een beetje laat geworden. Ja, ik zie je daar in. Hé? Ik zie je daar in. Ja. Nee, ik zat nog gisteren even met die jongen die hier vroeger op dit bureau werkte. Weet je wel wie ik bedoel, natuurlijk. Die heeft hier op bureau gewerkt? Ja, die heeft hier gewerkt en die functioneerde niet. Ja. Weet je, dat werkte gewoon niet. Je bedoelt die hier niet goed functioneerde? Ja, die. Ja, bij wie bedoelt? Die jongen die alles vergat. Ja. Nou, daar zat ik gisteren mee te praten en die vertelde me net over zo'n shoot die ze gehad hadden. Weer op zo'n Caribisch eiland. Oh ja. Waar is ze naartoe gegaan met zo'n zwaan om daar te filmen. Oh ja. En het was een hele gekke huis geworden, een hele dolle boel. Want die zwaan, die zat dus mee in het zwembad. En dat is waarschijnlijk flink pina colada of wat ze zitten drinken. Dus die zwaan, die laat zich dus elke keer als een bommetje in dat zwembad vallen. Ja. Hey. Snap je? Helemaal te gek. En die jat op een bepaald moment de waterskies. Tickets voor jullie voor het Zürich, die heb ik klaar laten leggen. Ja. Er was helemaal geen rokersplaats meer te krijgen. Dus nou gaan jullie via Frankfurt. Maar vanaf Frankfurt kan je dan alleen maar over Madrid heen. Daar moet je dan 2 uur wachten, maar dat schijnt wel in die lounge erg hier aan te zijn. Dan ga je terug, dan heb je alleen nog het stukje tussen Perpignan en Nice, waar je dan echt niet mag roken. Ja. Maar dan ga je wel in 1 keer door van Nice naar Zürich. En dan ben je daar om 8 uur en dat is 2 uur tijdsverschil. En dan heb je eigenlijk nog 1 uur langer gerookt dan je in werkelijkheid had. En er gaat geen bus tussen Nice en Perpignan? Oh, mooi. Hi. Zet me weer uit, Fritsie. Meestelijke shoot ga je los. Ja, het is fantastisch geworden, hoor. Want daar in Wales, daar bij dat kopje bij St. David's Head, ja. Er regent het de hele tijd. Maar op een gegeven moment komen er allemaal van die zonnestralen doorheen. Ja, dat was schitterend. Dat krijg je allemaal gratis. Ja. Schitterend uitgelicht. Ja. Shooty heb iets van... Neem me net terug. 2-3 ton. Shooty heb iets van... Ah, het is fantastisch materiaal, hoor. Maar we hebben het gemixt in de studio van Elton John. Gozer van Tin Lizzy. Nee. Ja. Oh, zo'n biertje meegedronken. Van Tin Lizzy. En de jongens van Take That waren er ook. En de jongens van Take That waren er ook. Het werd wel tijd, ja. Het werd wel tijd. Lizzy! Bitch. Heb jij even tijd? Moet even zien. Ja, laat zien. Ja, laat zien. Het is schitterend, hoor. Mind you, ga er even voor zitten. Vast in je seatbelts, hè? Ja. Materiaal, hoor. Ja, ben je benieuwd. Hey. Materiaal. Mooi. Ja, je zit te glimmen aan. Ja. Even kijken. Ja. Kijk, niet wachten.